Nou, hoi iedereen, wij gaan dus naar de studio. Studio 23, daar gaan we een filmvideo maken. Het is de aflevering van Hollandse Zaken. En ik ga jullie een beetje laten zien hoe dat vandaag zal gaan. Bang met twee? Oh. 11 minutes later. Nou, we hebben het gevonden. We zijn binnen. Ik ben de gastvrouw, ik coördineer alles achter de schermen. Jullie hebben hier een eigen kleedkamer, kun je je spullen kwijt. Soms willen mensen nog even terugtrekken of bellen of iets. Dan krijg je hier ook het privégesprek zometeen met de redactie, maar je mag gewoon lekker daar ook in de gezamenlijke ruimte plaatsnemen. Oké. Okay. Ja? Ik kom jullie om de beurt halen voor de visagie en gezenderd worden, alles wordt gecoördineerd. Okay. Dus laat het lekker over je heen komen allemaal. Jullie zijn bekend met televisie en zo? Nou, ik heb toch af nu het goede mens champagne doorgekregen. Ja, wat dit is een oogwalse. Ja, wacht. Refrigerant. Dit is een cool ventiletje. En we hebben onze eigen kleedkamer. Kijk, eten en drinken. Ik kan hier wel aan wennen. Als je niet op de video zet, tenzij je daar zelf heel blij van wordt. Oh. Waar moet ik gaan zitten? Oh, dat maakt niet uit. Okay. A few moments later. Nou, net mijn make-up laten doen. Ik zie niet veel verschil, maar. Dus ja. Hoe zitten er nog mensen binnen? Microfoon zit er aan. Wacht even, kan je het zien? Ja, hier, kijk. Let's begin! Nou, pas over 3 kwartier, maar alsnog. We gaan zo meteen beginnen met de voorstukjes volgens mij. En dan krijgen we een beetje introductie van waar we gaan zitten en zo. Out! Nou, we gaan nu de studio in, dus we gaan het zien. Oh jezus, dan heb ik al mensen hier. Komt hij dan met je telefoon zo binnen? Oh jezus, het is echt gewoon druk. Ja. Nou, daar gaan we, man. Ja. Heb je er zin in? Nou, dat weet ik nog niet helemaal. Ik ga mezelf even nu voorstellen. Mijn naam is Frans. Ik ben opnameleider bij dit programma. Ik heb even een korte mededeling voor u. Gaat in. Ik vind het wel leuk. Ja, ik weet wel het ding mee. Kinderen die weinig hebben met hun nieuwe stiefmoeder. Eindeloos geruzie over de opvoeding van elkaars kinderen. En een ex-partner die zich werkelijk overal mee bemoeit. Waarom stiefgezinnen zo vaak vastlopen? Dit is live Hollandse Zaken. Sophie Mulder, in hoeveel verschillende gezinnen ben jij opgevoed? 4 en dan 3 samengestelde en 1 natuurlijk mijn eigen ouders. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik best jong was. Toen is mijn moeder opnieuw getrouwd, heb ik een halfbroertje gekregen. En toen zijn zij ook weer gescheiden. En nu is mijn moeder opnieuw getrouwd en met een man die ook 3 kinderen had. Of heeft, trouwens. En mijn vader is ook een nieuw gezin gestart. En daar heb ik ook 2 halfbroertjes van. En dat gezin is nu ook niet meer samen. Dus, ja. Reageren jullie eens op de positieve stemming in de eerste weken, eerste maanden? Het is mooi en je wil het goed doen en je bent verliefd op je partner. En je bent blij met je nieuwe kinderen die je erbij hebt. En je ziet ook dat het onderling allemaal wel leuk is. De kinderen doen ook echt hun best vaak om het goed te krijgen. Die willen ook weer een blije vader of blije moeder. Dus het is allemaal mooi in het begin. Wat is het meest ingewikkelde aan de samengestelde gezinnen? Ik ga naar jou, Jeroen. De verschillende manieren van opvoeden. De normen en waarden van een ander gezin. Dus bijvoorbeeld wij vinden één ding heel normaal, wat het andere gezin heel abnormaal vindt. Je noemt hem ook stiefvader, je noemt hem ook geen papa, hè? Nee, dat zou ik heel raar vinden als ik dat zou doen. En andersom zou je dat ook heel erg raar vinden. In 2013 maakten onze collega's van KRO RKK-programma Kruispunt, die maakten een documentaire over 3 stiefgezinnen. Laten we kijken naar een kort fragment uit die documentaire. Patricia is gescheiden en moeder van 3 zonen. 6 jaar geleden ontmoet ze Marco. Ook gescheiden en vader van een dochter en een zoon. Turbulente liefdesrelatie volgt.
Ze proberen als nieuw samengesteld gezin onder één dak te wonen. Na 5 maanden samenwonen zetten ze een punt achter hun relatie. Marco gaat terug naar zijn eigen huis. Een illusiearmer. Wat dacht je? Wat ik dacht? Hoe kan het nou zijn dat het bij ons niet lukt? Wij zijn toch het fantastische goede stel. Passen ze goed bij elkaar. Gaat het dan nooit lukken? Ja. Zijn jullie dus Marco en Patricia? Ja, dat waren wij. Nou, uitzending is voorbij. Het was super tof. Het was echt gaaf om mee te maken. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden, het interessant vonden. Ik ga nog even wat eten, feesten met de rest. Ik zie jullie zo. Mama, even serieus. Ik wil even dat je 1 dingetje filmt voor mij. Hé, hey Jeroen. Is dat jouw aan? Ja, zeker. En ik zie eigenlijk helemaal niet. Oh. This is the boy. Nou, we lopen dus nu naar huis. We hebben dus de opnames gehad. Het is nu 11:50 en we waren ongeveer rond 10 uur klaar met filmen. Dus het is wat uitgelopen. Nou, ik ben thuis. Het is nu 1:30 geweest. Ik zie jullie morgen. The next day. Het is nu dus de volgende ochtend na de opnames. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen over hoe een filmstudio eruit ziet. Dus de filmstudio. Ja, een televisieset. Ja, like, deel, abonneer. Tot de volgende keer.